welkom bij een nieuwe stream. We gaan zometeen beginnen met Pulspand. Ik heb natuurlijk vorige week aan mijn subjes gevraagd in mijn Twitch Discord van... ik ga weer een nieuwe Pulspand doen. Dit wordt een pakketteneditie. En jullie mogen allemaal weer een pakket nomineren. Nou, er waren heel veel mensen die genomineerd hebben. Maar uiteindelijk waren er heel veel die ook dezelfde pakketten graag heel wilden hebben. Dus er zaten wel dubbele nominaties bij. Uiteindelijk kwamen er 7 pakketten uit. Die zijn in een Discord poll terechtgekomen. En uiteindelijk, omdat je op Twitch maar 5 antwoorden in een poll kan doen, hebben we een top 5 voor zometeen hier op Twitch. Dus, kijk, daar loopt Omri. Zometeen gaan we een polletje starten met de top 5. En ik zal ze eerst even noemen. Dan kunnen jullie even een beetje nadenken. Even verwerken. Waar hebben we zin in? Welke Pulspand editie willen we gaan doen? En hoi allemaal. Ik zie nog mensen die binnenkomen. Als eerste, ik had zeg maar de mededeling gedaan. En bam, Annette was er als eerst met interieur designer. En echt een stuk of 5 mensen hebben gezegd, ja, interieur designer. Die zit sowieso in de poll. Dan is Sneeuwpret is genomineerd door Sharon. Dan hebben we Eilandleven, die is genomineerd door MePucky Games, oftewel Dagmar. We hebben Studentenleven, die is genomineerd door Lizzie Games. En we hebben Ouderschap, die is genomineerd door Lianne. Dus dat gaan we zo meteen doen. Ondertussen had ik natuurlijk bij mijn 100ste stream, wat was een feeststream, een oud vlaggetje geloot. En dat was het vlaggetje van Brenda24. Ik heb inmiddels gezien dat haar... kasten. ik heb inmiddels gezien dat haar subjes verlopen. Dus dat gaan we nu meteen eerst even doen. Dan kunnen er andere mensen rustig binnenkomen. Kunnen jullie ook even nadenken. Welke pakketten je het wilt doen. Oké, het subje gaat naar Brenda24. Zo, die had toen gewonnen. Ja. That's right. Nou Brenda, je hebt je prijs. En omdat jouw vorige vlaggetje een groene was, ga ik nu weer een groene voor je schrijven. Brenda24. Nog gefeliciteerd met je prijs. Tadaa. Hier is het vlaggetje van Brenda. Oké, nou die steken we erbij. Maar hebben jullie al een beetje nagedacht? Welk pakket? Ik denk dat... Ja, Annette heeft natuurlijk interieurdesigner genomineerd. En die roept nu ook in de chat kasten. Dus ik ga ervan uit dat jij weer voor interieurdesigner gaat. Maar ja, voor de rest hebben we de Sneeuwpret, Eilandleven, Studentenleven en Ouderschap in de aanbieding. Op welke gaan jullie zo meteen stemmen? Waar zitten jullie het meest op te hopen met Pulspand? En voor degene die dus mij pas in de afgelopen paar maanden zijn gaan volgen en niet weet wat Pulspand is, want ik heb het een paar maanden niet gedaan. Hoi Wendy! Pulspand is dus een challenge, een bouwchallenge in The Sims 4. Ik maak zo meteen een kamer. En de ene keer is het een basisspeleditie en de andere keer is het een pakketteneditie. En dit keer zijn we dus bij de pakketteneditie. Hoi Jessica! En bij de pakketteneditie, komt er zo meteen een poll. Er wint 1 pakket uit. Dus dan ga ik een kamer inrichten met 1 specifiek pakket. Vervolgens komt die kamer op de galerij. En krijg je een bepaalde tijd om daar de rest van het huis bij te bouwen. En dan moet je een beetje letten op stijlgebruik, sfeergebruik, materiaalgebruik. De bedoeling is dat mijn kamer blijft zoals die is. Daar blijf je vanaf. En de rest van het huis, ja, moet je een beetje gaan bouwen in dezelfde sfeer van de kamer. Dat kamer gewoon past in het huis. En niet dat ik bijvoorbeeld een supermoderne kamer bouw en dat je een hele landelijke boerderij omheen bouwt. Dat is een mismatch, zeg maar. Dus dat is Pulspand. En dan, er zijn geen pakketrestricties. Uiteraard mag je geen... Suspicious! Met 13 mensen, welkom! Hoe gaat het? Wat heb je gedaan? En Chimai015, dankjewel voor het volgen. Even kijken. Zo, Minecraft. Hey. Oh ja, laten we nou dezegene die hier woont gaan pesten en gewoon hierboven gaan bouwen. Zullen we zo'n kutkind zijn? Wat? Mark is hier geen mod. Oh, vind ik niet kunnen. Ouch. Jongens, zou ik dit kunnen halen met een waterbucket? Ging jij iemand bekogelen of zo? Ja, ik speel geen Minecraft, dus ik heb daar weinig verstand van. Maar welkom. Welkom allemaal. Jullie zijn mooi op tijd. Voor degenen die ook Sims spelen, dol zijn op Sims en houden van bouwchallenges. Ik ga dus een... Annette zegt, jouw raidgeluidje zit nu al de hele dag in mijn hoofd. Ik hoor hem steeds op de radio. Ja, raid. Ik ga dus een bouwchallenge starten in The Sims 4. Dat is een challenge die ik al een tijdje heb. En dan is dit de 6e editie alweer. Ja, de 6e editie. Ik maak een kamer. En dat gaat zometeen met 1 specifiek pakket gebeuren. Daar wordt zometeen op gestemd. En... Omri... Meneer is op de bak geweest, hoor. Hoe kon je dat niet even doen na de stream?
onder iets stinkt. Ja. Oké. Dankjewel voor het volgen. Ik ga dus een bouwchallenge doen. Ik maak een kamer in The Sims 4 waarbij één pakket volledig wordt gebruikt. Die kamer zet ik op de galerij en dan mogen mensen de kamer downloaden en dan de rest van het huis erbij bouwen. Zolang ze mijn kamer maar intact houden, dus daar mag je niks aan veranderen. En de rest van het huis moet passen bij de kamer. Dus stel dat interieurdesigner wint, wat best wel een beetje een moderne... fris modern, dan ga je er bijvoorbeeld niet een hele industrieel huis omheen bouwen. Zo moet je dat dan zien. Alle pakketten mogen gebruikt worden. Er is geen budget, er is geen kavelformaat eisen, maar geen custom content en geen modificaties, omdat ik die niet heb. Teutel, ook welkom. Laten we gewoon het polletje starten nu. Dus ik ga de poll aanmaken. Welk pakket? We hebben dus interieurdesigner, die dus als eerste is genomineerd door Annette. Maar er zijn dus nog andere namen die het ook genomineerd hebben. Dan hebben we Sneeuwpret, die is genomineerd door Sharon. Dan hebben we Eilandleven, die is genomineerd door Dagmar. Ja, dus MePucky Games. Studentenleven, die is genomineerd door Lizzie Games. En we hebben Ouderschap, die is genomineerd door Lianne. Polletje duurt een minuut, dus weinig tijd. Klik er snel op. En de pulspunten mag je ook weer inzetten. Dus laat de oorlog maar beginnen met jullie punten. Welk pakket gaan jullie inzetten? Ah, die geur. En die knoei ook nog. Omri, ik ben helemaal van slag door jou. Ja, kijk er nog maar eens maar naar die bak, ja. 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 Ja, Omri heeft een gevoelige spijsvertering. Dus als het er weer uitkomt, dan ruikt het nog wel sterk. Hè? Ja, ga lekker in je mandje liggen. Ondertussen zijn jullie lekker aan het stemmen. Ja, ik had al zo vermoeden dat interieur designer ging winnen. Want het staat nu op 71%. 71% voor interieur designer. En Eilandleven komt er nog achteraan met 19%. Sneeuwpret 7%. Maar niemand heeft interesse in studentenleven of ouderschap. Ik denk dat het interieur designer wordt. Zo, Joyce zet nog ook even pulspunten in. 1350 pulspunten. Met 75% heeft interieur designer dus gewonnen. We gaan een kamer maken met interieur designer. Het grappige was, is in mijn Discord server bij de subs kanaal waar ik dus om de nominaties had gevraagd, zei ik dus van al, ja, het zou me niks verbazen als interieur designer wint, omdat er meerdere subjes waren die er dus ook voor gestemd hadden. En toen zei ik ook nog, ja, niet dat ik het heel erg vind, want op dat moment schoot er dus meteen een idee in mijn hoofd van wat ik voor kamer zou kunnen gaan maken. En toen zei Evenet, ik gok een inloopkast. Het is geen inloopkast. Kan ik nu eindelijk zeggen, ik dacht ik ga het niet op dat moment zeggen, ik wil niks verklappen. Maar het is dus geen inloopkast. Reetje, Tech, welkom. Welkom. Maar we gaan naar de Sims. Hoppatee. Een kamer maken. Laat eerst even gewoon een vierkant neerzetten. Dit is heel groot. Zo groot gaat het niet worden hoor. ja. Ik moet nog even kijken hoe ik ga spelen met de ingang. Ik weet wel dat ik een hoekbank wil neerzetten uiteindelijk. Dus het kan... Dus het gaat geen vierkante kamer, jongens. Ja, sorry. We gaan wel even lampjes ophangen. Verlichting. Zo, dan kunnen we zien wat we doen. Oké, mijn idee dus voor deze kamer is om een soort van privébibliotheek te maken. Dus we gaan werken met kasten. Kasten. Uit de Sims Interieur Designer. En daarbij gaan we lekkere lounge stoel neerzetten. Dat je boeken kan lezen... misschien een bank, misschien een haartje. En dan is dit een kamer. Dat zou je bijvoorbeeld kunnen gebruiken in een huis. Maar je zou het ook kunnen gebruiken in een bibliotheek. Een soort van privé leesruimte. Je zou het ook kunnen gebruiken in een kantoor of zo. Dat er iemand een heel fancy kantoor heeft. Dus het zit niet gekoppeld aan een woonhuis. Je kan er ook een openbare locatie mee doen. Dus dat gaan we doen. Als eerste wil ik even... Oh nee, kak. Ja... Ik had deze in mijn hoofd. Of die van die jaargetijden. Of was dat die... Ja, zie je, jaargetijden. Maar ik mag natuurlijk alleen interieurdesigner gebruiken. Ik wilde zo'n leuk bankje in de hoek zetten. Mag dus niet. Succes met Leer of Noor. Misschien tot zo. Nou, dan gaan we zelf wel wat puzzelen. En welkom, Sharon. Um...
weer een erker, jongens. Maar dat vind ik gewoon passen in een huis als dit. Maar dan doen we daar het haartje, denk ik. Dat vind ik wel een goed idee. Oké, wat een beetje balen is aan de interieurdesigner. Er is letterlijk maar één behang. Alleen dit. Voor de rest is er niks waarvan ik denk, ja. Niks waar ik voor de rest uit kan kiezen. Alleen dit behang. Jeetje, roze is wel heel heftig. Wit kan altijd. Geel vind ik op zich ook wel mooi. Ja. En Tech Junkie Ben, dankjewel voor het volgen. Welkom. Vloeren zitten er helemaal niet in, hè? Dit pakket. Nee, geen vloeren. Ik zal trouwens even de titel zetten voor mensen die later binnenkomen en willen weten welk pakket het is geworden. Dus nieuwe pulsplantkamer maken met interieurdesigner. Dan komt dat gewoon in de titel. Zo. Ja, nou, tot zover de muren. Vloer moet dan een basisspel worden. Maar ik wacht er nog even mee. Misschien dat ik de muren ook nog verander, hoor. Dat ik gewoon iets voor basisspel ga. Oké, interieurdesigner. We gaan even alles weergeven. Ja, ik ga dus geen bed neerzetten. Oh, kijk, we hebben wel dit soort dingen. Maar we kunnen ook met die hoekbanken spelen. Ja, we kunnen meerdere banken neerzetten natuurlijk. Ik kan ook hier iets doen met banken. Of een leuk hoekje maken. Misschien zo'n lang stuk is ook wel leuk. Ik zet die gewoon even neer. Ik vind zo'n poefje ook wel leuk. Maar dit soort stoelen zijn ook leuk. Keuzes. Vet veel keuzes. Ik ga geen bar of zo neerzetten. Dat wordt hem niet. Oh, dat zou ook daar in het hoekje kunnen. Nee, dat is wel heel klein, hè? Ik zet hem wel even buiten neer. Wie weet dat we hem toch gaan gebruiken. Net als dit lange stuk. Ja, en dan hebben we heel veel kasten en tafeltjes en zo. Oh, dan moet ik wel een haard van het basisspel pakken. Kunst, spiegels, gordijnen zitten er gelukkig wel in. Dit is wel een interessant stuk kunst, wat leuk is om te gebruiken. We hebben interessante lampen. Kunst. Ja, hier moet wel wat in zitten wat we kunnen gebruiken. Oké. Okay. Ik moet niezen. Zo. Ja, laten we eerst even gaan kijken naar een haartje. Of ik dat er nog steeds bij wil hebben. Oh, die planten. Ja, dat is waar ook. Basisspel. Dat is die. En die. En die. Oeh, Sharon is lekker buiten. Ja, die vind ik zo kaal, zo saai. En welke had ik nou nog meer? Deze. Nee, ga ik wel voor die ander. Lekker breed, lekker groot. Voor de rest zijn het allemaal pakketten, hè? Ja, de rest zijn allemaal pakkethaarden. Die mogen we niet gebruiken. Even kijken hoor. Annette zegt, misschien kan je een soort zithoekje maken tussen twee muren in. Ja, nu is het inderdaad weer om te kunnen relaxen. We hadden eerst natuurlijk heel warm weer. Dat je echt denkt, moet dit? Vervolgens kregen we heel veel regen. En onweer. En nou hebben we eindelijk een beetje weer dat je kan aantrekken wat je leuk vindt. Oh. En dat je gewoon binnen kan genieten als je dat wil. Dat je buiten kan genieten als je dat wil. Dus alleen niet voor lange duur helaas, maar ja. Gaan we voor die kleur. Ik denk dat ik, ja, ik laat hem even op donker. Ik pas het misschien nog aan. Ligt een beetje aan de kast die ik ga kiezen. Dit pakket kwam wel met een nieuwe deur, toch? Oh ja, meerdere nieuwe deuren. Geen medium en hoog. Kijk, we kunnen voor zo'n deur gaan. Bianca zegt hem weer geel. Ik weet niet of dat geel blijft hoor. Ik heb die voor nu even gekozen. Misschien pas ik het nog aan. Ik ga straks kijken naar de kasten en welke kleur swatch me het meest aanspreekt. En daar ga ik dan de hele boel op bouwen. Het ding is alleen, is ik had een één tegeldeur in mijn hoofd voor deze kamer. Maar deze en deze
deze zijn ook zo leuk. Laten we gewoon een tweetegeldeur doen. Voorlopig even op zwart. Ja. Wat dus mijn idee is. Oppervlakte. En dan zitten ze daarbij, hè. Mijn idee is, wat ik dus een keer sowieso wilde gaan doen met dit pakket, is om de deur in de kasten te bouwen. Alleen, nou weet ik dus niet of ik hem zo wil doen of dat ik de deur nog één stukje naar voren ga zetten. Want dat is ook een idee. Ik kan er ook twee deuren in stoppen. Oh, dat ga ik doen. We gaan deze kamer dan wel een stukje kleiner maken. En voor het eerst twee deuren in pulsband. Het grit aan. Hier, daar komt nog een deur. Ja, jongens, wordt een uitdaging voor jullie. Dan kan ik allebei die ideetjes proberen. Kijk wat leuk is. Misschien pas ik het nog aan. Ja, het wordt een... hoi Ina, welkom. Het wordt een soort van... privé, bibliotheek, lounge, kantoortje, wat je wil. Dus ik ga kasten neerzetten. Hoi Jamie. Ik ga kasten neerzetten. Ik ga een lounge-stoel neerzetten. We zetten een haartje neer. Dus je kan dit gebruiken in een woonhuis. Je kan dit gebruiken als een kantoorruimte. Je kan dit gebruiken als een privé, bibliotheek, leesruimte. Dus alle opties wat je ermee kan doen uiteindelijk. Ik twijfel alleen of ik die deur daar doe. En wat ik dan hier doe. Of dat ik die deur daar doe. Dat kan ik natuurlijk ook nog doen. Of ik zet hem hier. Dit wordt een gepuzzel hoor. Wat ik waar wil hebben. Zullen we even de vloer meenemen? Ja, dank u. Ik weet dat iedereen met het syndroom van symmetrie nu een allergische reactie krijgt. Ik zit alleen een beetje daar met het hoekje. Dus ik denk dat ik hier gewoon één zo'n kast doe. En dat we hier een hele kastmuur doen. Oké. Kasten. Ga naar interieurdesigner. Dit is een staande kast of een zwevende kast. Gaan we beginnen met een staande kast. Kunnen daar ook dingen aan gekoppeld worden? Ja, daar kunnen ook dingen. Maar dan komen daar boven in de knopen. Oh nee, dat kan. Alleen volgens mij, als ik nu even dit doe. Ja, zie je, dan komt het er boven doorheen. Dat is niet de bedoeling. Dus staan. Oeh, hallo. Dat was niet de bedoeling. Nee. Moet je ze serieus één voor één verwijderen, zodat ze niet in je huishoudinventaris komen? Ja, dan wordt het denk ik toch een hangkast. Komen we dan wel uit? Nee, we komen sowieso niet uit. Oké, we gaan het aanpassen. Dit wordt de eerste editie met een medium muur beneden. Ik vind het altijd zo groot. Ik doe dat nooit. Maar anders kan ik niet het idee doen wat ik wil doen. We kunnen wel weer even kijken voor een staande kast. Doen we hier staande kast en doen we hier een inbouw gebeuren. Zo. Hebben we er ook nog andere? Is dit de enige op pootjes? Ik vind het alleen maar irritant dat het hier dan weer half verdwijnt, hè? Dan zou ik er een smalle naast moeten zetten. Maar ja, dat... Die klikken niet. Waarom niet? Die klikken ook niet. Oké. Okay. Dus dit ziet hij... Nou, hallo, klik. Dit kan al wel, maar ik vind dit altijd zo jammer. En dan zou ik met Move Objects een beetje moeten schuiven. Maar dan weet ik niet of hij het nog ziet als kasten. Nee, dat gaat niet. Want hij klikt hem automatisch aan de ander vast. Oké, er komt daar een plant. Opgelost. Bianca zegt, dit is al nu al de meest uitdagende editie met twee deuren en hoge muren. Ja.
De zesde editie, hè? Jullie skills worden nu weer getest. Hallo, daartussen. Ja, daartussen. Ja, kijk. Planten zijn altijd de oplossing, precies. Echte simmers aan het woord. Nee, lades daar hoger lijkt me niet praktisch. Die klopt niet. Oh. Je kan ze dus ook asymmetrisch neerzetten. Oh ja, we hebben natuurlijk ook die blokken. Een blok. Een kast. Rosie! Nou, alweer 14 maandjes. Kind ja. Kind O, hart, kind Pul, groet, Rosie Ween, luf, Rosie Ween, love, bunny. Wat zei die nou? Oh ja, Rosie W1 love. Ik verstond Rosie Wijn love. We hebben te veel naar Meepucky Games gekeken afgelopen weekend. Maar we gaan een vlaggetje schrijven. Ik hoef het niet eens meer te vragen. Het wordt een blauwe. Rosie Wijn love. Rosie. Serieus? Ik stond anders wel op het punt om een keer geel te kiezen. Maar doe toch maar blauw. Nee, is dit een grapje of wil je serieus geel? Ik heb ook nogal gele vlaggetjes hoor. Zeg het maar. Nee, ik ga nu toch voor blauw. Oké. Allemaal hartjes in de chat. En als je de vlaggetjes hebt, vlaggetje in de chat. Oké, hier is jouw vlaggetje, Rosie. Het is zeker een mooie kleur. Oh, die van de vorige maand zat er nog in. Dan trek ik die er meteen uit. Met een 13. Thanks voor je subje. Kijk, daar komen de hartjes. We gaan verder. Met het huis. Of met de kamer. En ik twijfel alleen over die pootjes. Of ik misschien niet toch voor zo'n kast wil gaan. En aan die kant bijvoorbeeld dit. Wat vinden jullie? Ik denk dat ik dit beter vind op een of andere manier. De vlag staat op niveau 3 sub. Wat? Oh, ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, die gaat in de toekomst nog een makeover krijgen. En dan komt die waarschijnlijk terug naar niveau 1. Ik moet nog even gaan puzzelen hoe ik dat uiteindelijk ga doen. Ik denk dat ik dit leuker vind zonder pootjes. En dan kunnen we nog dingen ernaast zetten. Waarom hebben we van de vierkanten er maar 1? En de ronde hebben we er 1, 2, 3. Ik wil vierkant. Er maar 1 smalle van de vierkant. Ja, maar ik moet ook niet volgooien met blokken. Dat vind ik ook een beetje gek. Oké, even weg. En even weg. Blok, blok. Wat vinden we hiervan? Thanks for your lurk, tech Chunky Ben. En Bianca zegt, ga voor zo'n kasten, want je zou eigenlijk zo'n ladder er tegenaan moeten bouwen. Ja, we hebben natuurlijk wel ladders van. Ik weet alleen niet of je die kan bouwen natuurlijk. Ja, dan gaat hij meteen. Ja, die pakt hij niet mee. Trappen pakt hij niet mee. Dat hebben we geleerd van de kelder. Dat werkte niet. even kijken. Dit is dan ook de meest niet-symmetrische editie van Pulspans. De kast is wel symmetrisch. Oké. Okay. Ja, op dit stukje na dan. Maar er zit nog te veel symmetrie hier. Oké. Okay. Hier zitten heel veel lades in. Hè? Dus als we die nou even hier neerzetten. Oh, dit zit allemaal. Oh, ik wil één. Eentje. Dank je. En het is net Tetris zo. Nou, die laders laten we wel. Maar dan doen we hier wat meer van die. Nee, ik wil alles. Nee. Waarom neemt hij dat nou weer niet mee? Aan de kant jij. Oké, okay. Ik wil dit hele... Nee. Oké. Dan erop. Ja. Dit hele ding. Ja. Die kwam hier. Vast wel. En anders komt hij nu daar. Zo.
Zetten we daar nog lades neer, extra. En dan zetten we... Oh. Die daarop. En... Hallo. Zo. Nou is hij niet symmetrisch. Wat een geweldige kast. Hoi Simsup, welkom. Oké. Nou gaan we kijken voor een kleur. Ja, het is echt net Tetris. We kunnen altijd voor traditioneel hout gaan. Dit groene vind ik heel mooi. En die komt ook in donker. Met donker hout. Want het groene vind ik wel heel chic. Ja, chique vibe meegeven. Maar dan moeten we even kijken of deze ook met een groen... Kijk. Kijk! Maar het is wel een beetje een ander groen. Komt hij ook gewoon in dat donkerbruin? Nee, natuurlijk niet. We hebben dan wel weer met blauw. Maar het vervelende aan blauw is, die komt dus alleen met de medium en de lichte. Maar op zich... Oh nee, dit is groen. Dus die komt alleen met de lichte, die komt niet eens met het donkere hout. Rosie, hou echt heel erg van Tetris. Dus zou dat zijn waarom ik zo dol ben op kasten? Ik had serieus vroeger bij de Bart Smit zo'n handconsole dingetje. Wat was het? 5 gulden of zo. En ja, dat was de 999 games. Allemaal Tetris-achtige varianten. En ja, ik heb dat ding niet meer. Ik vind het echt jammer. Ik vond het ding fantastisch. Ik speelde daar uren op. En het ding kostte geen drol. En je had een gewoon Tetris. En je had dan Tetris met tijd. En je had dan Tetris met van die balken die dan omhoog schuiven. En je had allerlei soorten schietachtige Tetris spellen en zo. Oeh. Wat is dat voor spannend? Wacht. Gooi ze nog eens in de chat, Simsvips. Die ziet er leuk uit. Nou, ik kan nog steeds niet goed zien wat het is. Ja, het lijkt een soort van waaier. Ja, dankjewel, Bianca. Het is ook een waaier. Regenboogwaaier. Ik vind die heel leuk. Lekker kleurrijk. Ja, is nu al nodig, hè? Hoi Meerte, welkom. Die is echt leuk. Oké, we gaan weer verder met de kamer. Ik twijfel nog over het groen. Ik weet wel dat ik niet het wit wil. Wit vind ik te veel IKEA. Dan zou deze deur ook donkerbruin moeten. Maar hier zit ik dan een beetje mee. Want we hebben hem wel met blauw. Dit is dan het ding, hè? Als dat blauw ook met dat donkere hout kwam, hadden we het gevonden. Ja, of ik moet gewoon accepteren dat dit anders groen is. Meerte zegt, het is het interieurpakket geworden zo te zien. Ja. Oké. Ja, wat zeggen jullie jongens? Gaan we gewoon mee leven dat dit een ander soort groen is? Want het hout komt op zich wel redelijk overheen. Ik kan ook die hele kast bruin doen, maar dat lijkt me zo saai. Ja, of een beetje ermee spelen. Die laden dan met wit. De gewone vakjes bruin. Ja, maar hier zitten alweer vakjes en laden. Zal ik een beetje mee spelen? Ik ga even kijken, even puzzelen. Zullen die dan bruin doen? Of eentje met wit? Nee, die doen we bruin. Doen we die ook bruin? Maar dan doen we hier die met wit. Ik weet niet. Ik weet het niet. Even kijken, meer te zeggen. Begrijpelijke keuze. Jammer dat ik deze keer niet mee kan doen. Maar er komt wel een base game variant. Oh ja, je hebt eindelijk een volwassen account. En dan kan je niet meedoen omdat je dit pakket niet hebt. Maar ja, hierna, als deze geweest is, dan komt er in het najaar natuurlijk weer een base game variant. En dan kan je wel meedoen. Bianca zegt, ja dat is jammer. Dat had ik met ecologisch leven editie. Maar gelukkig komt er zeker weer een kans. Ja. Bianca zegt, ik zou voor een andere haard gaan, maar dan wel dat groene, want dat is stof. Ja, maar Bianca, er zijn letterlijk maar 3 base game haarden. Er zit geen haard in interieurdesigner, dus ik kan daar niet uit kiezen.
Sharon zegt, ik ga hem gewoon halen. Dit is een challenge. Even kijken. Pulspond. Kijk, daar is die al. En pp-regels. Hoppatee. Ja, ik kan het natuurlijk ook allemaal met wit doen. En dan de open stukken met groen. Dus deze heeft open stukken. Die heeft open stukken. En dan dus de kastjes met wit. Nee, dat is verkeerde bruin. Zo. Dan is dit vind ik dan jammer, hè? Dat je dus sommige dingen hebben, zowel kastjes als open stukken. En dan is het daar weer opeens groen. Dus misschien moeten we hier ook wat random dingen met groen doen. Dus die met groen. En dan die met groen. En dan die met groen. Ik weet het niet. Ik wil iets even een keertje iets proberen. Maar tot nu toe word ik er niet echt heel gelukkig van. Misschien zelf een sierhaard maken. Meert zegt precies. Was zo blij dat ik vorig jaar eindelijk een challenge mee kon doen vanwege de galerij. Ik ben benieuwd hoe het gaat worden. Nou, ik ben er nu mee bezig, Fips. Fips, ik ben er nu mee bezig. En even wachten, Lydia. Dat komt aan het eind wel. Meert, vindt het leuk? Moet ik het zo laten? Ik twijfel heel erg. Ik wil alleen die. Nou dan, zo. Oh, die kan niet op de... Waar is die? Die erop. Die daar. Die daar. Waarom kan die niet er gewoon normaal... Wat is dit nou weer voor ongein? Ik dacht leuk op het hoekje vanwege dat glas, maar dat mag dus niet. Zo dan. Meertje zegt, is een keer wat anders. Vindt het zeker niet meer staan. Oké, nou weet je, we doen het gewoon. We doen het gewoon. Nou wil ik wel even kijken voor die muur. Sorry Bianca, het wordt geen geel. Groen wordt het sowieso niet. Nee, ik ga niet voor zwart, denk ik. Ik denk dat ik dit toch wel de beste optie vind voor achter de kasten. Maar dan gaan we ook zeker nog plekjes doen die er anders uitzien. Kwam het nieuwe pakket echt met ramen? Nee! Een lelijke basisspelramen erin gooien. Het wordt een kamer die... bijvoorbeeld thuisbibliotheek. Maar je kan het ook als een kantoorruimte doen. Als een privé leesruimte in een bibliotheek. Dus je hebt van alles om te kiezen. En Linia, let op. Spammen is tegen de regels. Let op dat je je aan de regels houdt. Want anders kan het een time-out opleveren. Oké. Dan moet daar nog wat groen. Die bovenste. Zo. Ja, oké. Hoe gaan we dit indelen verder? Ramen. Basisspelramen. Basisspel. Oké, ja, we hebben wel dit dan weer. Ja, ik wil daar wel wat groters natuurlijk. Maar het is een beetje teleurstellend wat we hebben in het basisspel. Oh, ik kan natuurlijk ook de medium ramen gebruiken. Maar er zit niet heel veel meer bij hier. Nee... Die kan ik niet gebruiken. Ik moet dan toch ook. Oh, ik moet dan toch een raam van hier pakken.
Ik weet niet. Ik vind dat... Ik had gehoopt dat het een soort van glas in lood effect was. Dat het aan de zijkant. Maar het is gewoon decoratie. Er zijn zo weinig keuzes. Een patrijspoort in doen. Nee, dit is ook gek. Helemaal als je dat... Ja, we moeten even kijken of we iets kunnen vinden wat een beetje past bij die deuren. Ik vind het gewoon echt jammer dat ze niet gewoon zo ook zo'n raam hebben gemaakt. Denk, je hebt het al voor die deur, zeg maar van die glazen deuren. Dan had het ook een raam gemaakt. Nou, dat wordt dan zulke ramen. Die dus niet. Ja, dan gaan we dus voor modern. Dit. Oh, die komen wel in het langer trouwens. Zo. Even kijken. Ik wil iedere keer iets voorstellen, maar alleen basisspel natuurlijk. Ja, ik had dus in eerste instantie het idee van... Oh, ik ga een bibliotheek maken waarbij dan zeg maar de deur in de kasten zit. Dat je een soort van een klein poortje hebt waar je doorgaat. En dan wilde ik dus zo'n hoekje maken met die hoekbanken. Je weet wel, die banken uit jaargetijden en uit honden en katten. En mijn eerste huisdieraccessoires die ik allemaal niet mag gebruiken, want het is geen basisspel. Ik twijfel ook weer over die haard. Maar ja, het vervelende aan die haard is, we hebben voor de rest alleen deze. En die vind ik eigenlijk te saai. En we hebben deze. Oh. Maar als je een beetje kijkt naar de strakke vormen hier en zo. Deze is nog... Ja, ik weet niet. Ik vind allebei... Ja, het past alle drie niet. Maar ik blijf wel bij die. Want dit is degene met de drie tegels breed. En dat vind ik wel wat hebben. We hebben wel gordijnen. Alleen zijn ze volgens mij voor twee ramen breed. Eentje lager. Interieur designer. Oh, nee, past. Nou. Soort van. Want het hangt een beetje gek nu. Het past wel, maar het hangt een beetje gek. Maar komt het aan de buitenkant eruit? Ja. En als ik ze eentje verklein, dan komen ze aan de onderkant niet lekker uit. Nou, wordt dus geen interieurdesigner gordijnen. Bianca zegt, deze gordijnen zijn heel tof, maar qua formaat heel frustrerend. Nou, inderdaad. Jonge, jonge. Oké, we hebben wel dit toffe kunstwerk. Komt dus met groen. Ik vind dit ook een hele coole. Boompjes. Hier, donkerbruine frame, groene boompjes. Ik wil wel hier een ander muurtje hebben. Maar dan moeten we dus kijken naar basisspel. Wil ik dan een... Ja, maar mijn favoriete muurtjes zitten allemaal bij pakketten. Nee, dit is lelijk. Die niet. Die vind ik wel tof. Die is wel tof. Wat hebben we nog meer? Vrij weinig. Ja, ik zeg die zeker tof. We doen hem gewoon. Vloer kan ik nu ook wel kiezen. Denk ik. Moet ook basisspel zijn. En dat vind ik ook een beetje jammer. Want de mooiere vloeren zitten niet in het basisspel. Ja, we kunnen voor zo'n fancy visgraadvloer gaan. Maar die komt maar in drie kleuren. Oeh. Wat hebben we nog meer? Vloerbedekking. Ja, vloerbedekking. Ik hou niet zo van die vloerbedekking in het spel. Ziet er dat zo lelijk uit? We hebben nog steen. Metselwerk. Maar ook hier weer de leukste. Zitten toch echt in pakketten. En
Ik snap niet waarom ze niet op zijn minst één vloertje erin hebben gestopt in het pakket. Dus we gaan het daarmee doen. Ik moet dan wel even die andere deur ook hebben. Ik zie hem al. Die. In donker hout natuurlijk, maar... Zo. Vind ik wel leuk, die streepjes. Het komt alleen met die voor de rest, want dit is zwart. Dit is het andersom, maar dat wil ik niet. Nee, dan doen we die. Leuk, leuk, leuk. Oké, okay, hier wil ik dus ook met kasten spelen. Kasten, kasten, kasten. Interieurdesigner. Dan moeten we naar oppervlakte weer. Even kijken. Dan gaan we hier wel een staande kast neerzetten. Ik weet niet, ik vond die niet zo, hè? Plus, ik weet niet of we hier ook heel leuk ermee... Ik vind dit leuker effect hebben dan wat we hier waarschijnlijk voor elkaar gaan krijgen. Want als ik dan een beetje denk wat we hier hebben... We kunnen niet het hoekje... Oh, wacht. Wacht eens even. Ik wil even wat proberen. Nee, hij wil niet mee het hoekje om. Hij wil wel dit soort dingen doen, maar het is het niet helemaal, hè? Nee. Ik wil wel dit doen dan. En dan zetten we die ene staande kast op pootjes. Daar neer. In die hoek. Dan komt die toch nog aan bod. Nee. Dit is het niet. Nee, dit doen we weg. Oh, nee, niet in de huishoudinventaris. Weg, weg, weg. Oké, okay, we gaan... Dit wordt het, jongens. Dit wordt het met kasten. Ik ga niet meer op andere plekken met kasten. De kleding. Beetje chique kleding. Even kijken. De chique suite hangvoorziening. Professionele fashionista. De lekkere casual. En de kids. Nee, dan gaan we voor chic. Hoppatee. Maar wat een kast, hé. Ja. Dit zou jij vast wel willen hebben in real life, Rosie, zo'n kast. En we hebben er zoveel dingen die we erin kunnen proppen. Kleurstalen. Hoppatee. Sexy schoenen. Nee, we hebben ook nog chique schoenen, toch? Dat is casual. Vergeet je sneakers niet. Waar zijn die andere schoenen? Zijn er maar drie schoenen? Er zijn maar drie schoenen. Oké, dan gaan we voor sexy schoenen. Oh, hier. Net klassieke pumps. Oh, die pumps kunnen er ook nog wel bij doen. Zo. Nee, die moeten dan wel bij de kleding uiteraard. Dus, oeh, het kan ook nog daaronder. Hallo. Hoi. Mighty Moneda, de vraag is, hoe kom je bij die bovenste vakken? Ja. Ik moet nog even kijken of we iets kunnen puzzelen met een laddertje. Of dat we een krukje gaan neerzetten, want dat doe ik heel vaak. Maar dat krukje wat ik eigenlijk altijd gebruik, komt uit Jungle Avonturen. En die mag ik nu niet gebruiken. Heel lang zijn of een ladder koop. Nou, wat ik dus zit te denken nu opeens. Dus thanks voor je vraag, want ik krijg nu wel inspiratie. Deze, donkerbruin. Hij hangt niet helemaal recht, hè? Moet eens even kijken. Oh. Het helpt je alleen aan de ene kant, maar dat maakt niet uit. Het is een beetje een gekke ladder, denk ik. Even kijken. Oh, het hangt aardig recht. Het valt me nog mee. Maar hij mag wel een stukje naar links. Oh, lekker door het raam. Of zult een klein beetje trapsgewijs doen? Hoe ga ik dit mooi voor elkaar krijgen? Nee, wacht. We doen hem wel recht. Want we hebben van die palen volgens mij die ik er wel bij kan zetten.
recht, recht. Nee, recht, recht. Ja, recht. Ik heb het idee dat die ergens niet helemaal symmetrisch is, maar ik zou niet zo snel kunnen zeggen waar. Zo. Eet smakelijk, Meerte. Oh ja, snel overkoekt halen hoor, want het vandaag en morgen tot 5 uur 's avonds kan het nog. Waar vinden we die dingen? Misschien bij verlichting. Staanlampen. Hier. Het is jaargetijden. Nee, ik wil zo'n paal. Die paal is mijn jaargetijden. Kak. Ik dacht dit. Om er echt een ladder van te maken. Maar die paal is mijn jaargetijden. Dat mag niet. Kak, 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 kak. Bij decoraties nog een random paal. Diverse. Als het er is, dan staat het hier. Nee. Oh, wat weinig decoratie opeens. Als je alleen het basisspel mag doen. Ik doe een bouwchallenge, Waneda. En het is een challenge waarbij ik een kamer bouw. En die zet ik dan op de galerij. En dan hebben mensen een bepaalde weken de tijd om dan de rest van het huis erbij te bouwen. Die past bij de stijl van de kamer. Dus denk aan pekgebruik, kleurgebruik, stijlgebruik, sfeergebruik. Het mag ook een openbare tafel zijn. En ik doe altijd de ene editie alleen basisspel, zodat iedereen kan meedoen. En dan de andere editie met een bepaalde pack. En vandaag is interieurdesigner. Welkom Marie met een raid. Maar wat ik aan het zeggen was, is dat interieurdesigner is als winnaar uit de bus gekomen. Hé, hey, ik ga best wel goed. Oh, dom. Ik had nog iridium kunnen pakken. Nou, dat was dat ook Stardew Valley? Surprise raidje. Dankjewel, Marie. Welkom. Goed verhaal. Welkom, welkom. Heb je een leuke stream gehad? Voor de mensen die binnenkomen, we zijn een kamer aan het bouwen met The Sims Interieur Designer en basisspel. En dat is dan een bouwchallenge die iedereen dan daarna kan doen. Want ik zet de kamer op de galerij en dan mogen mensen de rest van het huis erbij gaan bouwen. Ik heb hier alleen een ladder gemaakt en ik had de hoop dat we iets van een paal hadden die ik zou kunnen gebruiken. Maar ja, als een soort van handvat voor ladder, hoe noem je dat? Snel naar de wc, Marie. Maar thanks for your raid. Meer decoraties. Ja, dit is niet echt... Welkom EPK! Precies een jaar! Precies een jaar geabonneerd. Welkom! Ja, uitroepteken vlag in de chat en allemaal feest emotes voor EPK. Is dit een idee ondertussen? Ik vind dit wel een idee. Maar dan moet hij toch wel weer groter. Ik ga even de ladder fixen, jongens. Zo. Groter. Volgens mij maar een ladder. Gisteren bij Jessie en nu hier. Bij ons allebei nu precies een jaar. Maar wat leuk! 12 maanden. Je mag een kleurtje kiezen en Epica kiest geel. Dus komt er toch nog geel bij vandaag, Rosie? Komt er toch nog geel bij? Oh, ik moet wel de 12 toch opschrijven. Dat is vet belangrijk. 12 maanden. Dat is gewoon een mijlpaal. Dat is de enige keer dat je het lange liedje krijgt. Hier is die. Jouw subje met een 12. Daar is het plekje. Zo. Thanks voor je subje. Zo. En Pimsky the Average, dankjewel voor het volgen. Welkom. Zo. Gaan we verder. We zijn bezig met Pulsband voor de mensen die binnenkomen. Het is de kamer geworden met de Sims 3 Interieur Designer. En dit wordt geen kast. Zou kunnen trouwens. Dit is ook een leuk idee voor een kast. Maar dit moet de ladder voorstellen. Ja.
Ik twijfel alleen nog over die muur. Misschien dat ik die doortrek. En misschien dat ik er gewoon een ander behangetje op zet. Een rustiger behangetje. Even kijken. Heeft het basisspel iets waarvan je denkt... Nou, dat kan nog. Heeft dat behang... Ja, dat behang heeft splinten. Dus het zou wel kunnen. Nee, dit is dan weer blauw natuurlijk. Ja, die van het groen vind ik weer zo heftig. Dat wordt hem niet. We kunnen ook voor hier. Bruin, wel weer cliché, hè? Dat vind ik ook niet echt een hele gezellige. Wat zie ik daar? Oh, oké. Random schaduw. Random schaduw. Prima. Zo'n pakketten. Deze komt ook wel met dit soort neutrale opties. Komt wel groen, maar dan heeft het weer een lichtbruine houten bord. Dat vind ik ook heel irritant. Misschien hier. Wat is dit? Ja, maar daar zitten dan weer witte plinten onder. En dit is dan weer een hele gekke groen opeens. Ik vind dit lastig, want van basisspel zit er vrij weinig in waarvan ik denk dat is leuk. Misschien moet ik maar gewoon een simpel... We hebben hier wel een grauwerige groen. Maar dat is ook weer... Het is niet helemaal dezelfde groen, hè, wat je daar hebt. Oeh, wacht eens even. Deze komt aardig goed dichtbij. Die lijkt er aardig op. Het is wat grauwiger. Het is meer blauw. Nee, dit is ook meer blauw. Ja, we komen wel ergens zo. Ik twijfel alleen over deze. Ik denk eigenlijk dat ik hem hier in de hoek wil zetten. Gaan we toch weer verplaatsen. En dat je hem dan zogenaamd kan pakken. En dat je hem dan... bij de kast kan neerzetten. Ik vind dit namelijk eentje verkleind. Toch een logischere ladderformaat dan die andere. En het lijkt op zich ook wel op een ladder als je het zo ziet. Dan kunnen die drie weg. Zo. Ik vind het wel blij. En dit zou dan kunnen lijken, die schaduw, alsof het zo'n klep is die je dan kan neerzetten of zo. Ja, tof. Alleen als ik nu kijk trouwens... Ik ben zo hard aan het twijfelen met alles wat ik doe. Als we dan kijken naar dit behangetje, dan denk ik, ja, misschien is het mooier om dan de kleur te pakken die hierin zit. Want dit komt nergens in terug. Het is ook niet precies hetzelfde groen. Misschien moet ik toch een beetje voor zo'n bruin gaan. Die daar een beetje bij aansluit. Worden jullie al gek van mijn geswitch de hele tijd? Oh, laten we toch dit doen. Oh nee, dit is leuk. Oh nee, laten we toch weer veranderen. Nee, die zit er niet in. Die zit er ook niet echt in. Ik denk dat deze het beste overeenkomt met die. We kunnen nog even onderin kijken, want hier hebben we nog eentje met plinten. Dit is grijs. Oeh. Oeps. Blijkbaar gaan we een verkleedpartijtje doen.
Roos is echt heel tof soja. En ondertussen heb ik het alweer 20 keer veranderd. Ik vind het wel mooi, maar dit kan ook. Jiska zegt ook, het kleinere trappertje staat er inderdaad wel beter bij zoals die is. Ja, hè? Oké. Nou, we gaan even tussendoor opslaan. Ja, ik ben inderdaad kaal. Dat is zeldzaam tijdens pilspand. Maar we gaan een verkleedpartijtje doen. We gaan geen verkleedpartijtje doen. Sorry Evika, maar ja, de bril gaat af. Doe je bril, hoppatee. Oh, kijk. Jiska denkt, nee, dit kan niet. Dit kan niet. We gaan gewoon nog een keer draaien. En Sharon zegt, zo mooi met het nieuwe rad. Ja. Het is geen aparte scène meer. Het is gewoon mijn algemene camscène. En dan is hij er nu zo hierbij bewerkt. Maar het is wel sneu. De allereerste keer dat ik verkleedpartijtje kan doen met het rad in deze nieuwe layout. Niks. Maar Epica zegt, of Jiska zegt, ik help je wel hoor, Epica. Oké, gaan we nog een keer. De eenhoorn-diadeem, ja, die heb ik dus al heel lang, maar die stond dus al die tijd dus niet op het rad. En nu ik natuurlijk een nieuwe layout heb, moest ik het rad opnieuw maken. Maar die heb ik echt al een jaar of... Nou, nog niet een jaar. Sinds september. En hij stond dus al die tijd niet op het rad. Nieuwe layout. Rad ook een nieuwe layout. En eentje die ik dus al echt iets van 9 maanden in de mand heb liggen, maar niet aan bod kwam. Die mag eindelijk op. Zo. Oké. Roosje zegt, ja, die heb ik ook. Ja, verbaast me niks. Verbaast me helemaal niks. Oké, we gaan terug naar... Klik, klik, klik. Interieurdesigner. We hebben buiten allemaal spulletjes staan. We hebben daar kunst hangen. Even kijken. Als we deze nu hier neerzetten. Lekker bij die boekenkast. Echt zo'n loungehoekje dat je hier de kast hebt en dat je lekker kan lezen. Komt ook in het groen, maar dan weer met het lichte hout. IE, wat doe je me aan, joh? En het enige wat in donkere hout komt is weer die blauw. Maar die komt in de kast weer niet met het donkere hout. Dat je denkt... IE, hallo. Nou ja, dan maar het lichte hout, hè. Dit pakket heeft ook een kleedje, toch? Kleedje, kleedje. Ja. Even kijken, we hebben die. En we hebben die. En we hebben die. Ik vind dit wel een mooi haardkleedje. Niet in de haard. En dan met die franjes is misschien leuk bij dat hoekje. Ja, maar niet... Ja. Dit is meer blauw. Grijs. Oh ja, met lichtgroen. Dat kan ook wel. Zo. Oké, dan hebben we buiten dit soort dingen allemaal nog staan. We gaan deze gebruiken. Lekker zo voor de haard. Ja, dus eentjes van Sharon zijn weg. Heerlijk. Of ga ik voor een licht... Ja, nee, groen is toch wel mooier, hè? Omdat we al een licht kleedje hebben. We kunnen daartussen wel een leuk tafeltje neerzetten. Alle oppervlakken van interieur designer. Nee. Kunnen die er ook aan snappen? Nee, zeker. Oh, ik klikte op die. Ja, dank u. Oeh. Maar dan zo of zo? Is dan de vraag. We hebben ook nog zo'n eitafel.
Maar dan heb je niks aan de haard, want dan blokkeert de tafel de warmte. Bianca, heb je afscheid genomen van de eentjes? Vraagt ze Sharon. Ja, Sharon vertelde mij dus een keer van, ja, want ik vroeg, wil je nooit van die eetjes af? Toen vertelde ze mij dat ze gewoon net zo lang op een E is gaan drukken totdat Twitch zei, ja, deze gebruikersnaam is beschikbaar. Dus ik zat van de week zo te kijken. En al die eetjes voor haar hebben of hun account opgezegd of hun naam veranderd. Dus al die eetjes waren weer beschikbaar. Misschien toch die ronde doen. Ik vind dit meer iets meer leuk staan dan die ander. Nou, wat een leuke ruimte. En dit kan echt van alles zijn, hè? Dit kan een hele chique ontvangstruimte zijn. Dit kan een kantoor zijn in een huis, maar ook op werk. Dit kan een privéruimte in een bibliotheek zijn. Je hebt echt opties met deze. Oké. Wat gaan we er nog verder neerzetten? Wat hebben we voor de rest eigenlijk nog? Alles weergeven. Ja, bedden slaan we over. We hebben dus al stoelen en een bank. Ik ga geen aanrechten neerzetten, denk ik. Even kijken hoor. Wacht. Nee, niet het pipetje, want dan ben ik hem kwijt. Ik wil die. Maar dan zo. Komt deze er ook mee? Oh, hey. Dan wil ik hem anders. Dan wil ik die weg en dan wil ik hem aan die kant open. Zo. Tof. Maar dan mag je wel iets meer tegen de hoek. Oh, dat is, irritant. Snap er eens tegenaan. Ik kan hem niet als één... Als ik één zo'n rottig kastje pak, ze snappen allemaal aan elkaar. Dus ik kan ze ook als een heel geheel pakken. En dus als een heel geheel verplaatsen. Maar die banken dus niet. Dus dit zit nu heel leuk er tegenaan. Maar ik wil dus die hier meer in de hoek. Nou moet ik die ernaast gaan lopen puzzelen. Van, nou zo hoort die ongeveer. Nee, zie je, ik heb het al fout. Zo, zo hoort die. Een school bouwen kan ook. Dit ziet er ook wel uit als echt zo'n ruimte in zo'n privéschool of zo. Zo. Jessica moet er vandoor. Leuk dat je er was. Tot de volgende keer. Eet smakelijk straks. Bianca zegt, ik vind het nu al zo leuk. Ik heb 1000 ideeën. En Rosie zegt, het kriebelt nu al. Sharon zegt, het is wel even wennen zonder die eetjes. Mijn naam is ineens zo kort. Streamers zijn je dankbaar hoor. Oké, wat hebben we nog meer? Wasbakken, badkuipen gaan we niet doen. Ja, die plant willen uiteraard wel. Geen groen. Bruin. Oké. Ja, die speeltent gaan we niet doen. We hebben ook nog Pieter Peuter plantjes. Die is misschien wel leuk. Oeh, hier boven de deur. Eentje kleiner. Met groen. Hoppatee. Dan hebben we nog meer kunst. We hebben ook nog hier kunst. Dus zo. Ja. Nee, ik vind dit wel 3 leuke opties. Iets met zwart-wit. Iets met de kleuren die op zich wel goed overeenkomen met die hoek. En de standaard swatch, een beetje natuurachtig. Past ook wel de kleuren. Dit wordt een leuke kamer. Ja, Rosie zegt nooit meer nadenken hoeveel eetjes er zijn. Ik zat ook echt zo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Annette zegt, ik heb een soort krekel in mijn hoofd nu ik dit zie. Is dat een goed iets of een slecht iets? Oké, gele lama erbij. Die mag wel daar in de hoek. Mandjes, bakjes. Ja, groen bakje zie je dus niet, hè? Daarin, hop.
Zullen we daar gewoon 4 bakken? Oh, die bovenste mag niet. Oké. Bruine bakken daar. Dan hebben we ook nog deze. Doen we die in het geel. Bij de lama daar. ik wil ook nog wel van die manden doen. Dat vind ik dan wel leuk om bij de kleding te doen. Zo. Oh! Oeh, die kan wel hier. Hoppatee. Ook meteen de juiste kleur swatchen. Oh, wacht. Ik wilde die ook nog. Die kwam hier in de hoek. Komt die met groen? Nee, dan maar geel. Ik weet nog niet of ik er iets onder wil zetten. Even kijken hoor. Annette zegt, kan bij. Ik heb nu echt nog geen idee. Hopelijk geen spuitende walvissen erbij. Ja. We zijn al tegen het einde. Een laptop. Ja, misschien is het wel leuk om daar een bureautje neer te zetten. Want we hebben dus allerlei tafeltjes. Of gewoon een klein side table tafeltje. Die hebben we ook, hè. Deze, ja. Zo. Maar past daar een laptop op? Ik vrees van niet. Nee. Past er een laptop in de kast? Nee. Past er een laptop hierop? Nee, dat moet op een plek waar je kan zitten natuurlijk. Die side table is zo leuk. Terug naar de tafeltjes. Ik vind het gewoon niet een hoek voor een bureau. Ja, scheid. Ik ga gewoon die side table er neerzetten. En dan pakken we wel die. Oh, wacht. Hè? Oh, dit is dat ene bureau. Die. Hoi Lizzie! Een tablet. Ja, dat kan ook wel. Maar die zit natuurlijk niet in het pakket zelf. Dus ik dacht, we pakken die laptop uit het pakket zelf. Maar ik vind tablet ook wel een goed idee om inderdaad neer te zetten. We hebben ook nog kunst. Dit soort... Oeh, die kan wel daar in de hoek. Verstopt. Zo, dan lijkt het erbij te horen. De cilinderverlichting. Zo. Dan hebben we natuurlijk deze lampen. Wat is nou... Zit er nou echt een groen bij? Of... Oh, hier. Ja. Zo. Oh, ik vind het echt wel een leuke kamer worden. Lekker sfeervol ook. Is dit de enige andere staande lamp die we hebben? Nou, kom je daar. Oh, we kunnen ook nog wel nog zo'n lampje in de kast. Daar. Zo. Dit random blok. Waarvan je denkt, wat moet je ermee? En de Bartbikkel. Daar. Geen idee waarom. Gewoon doen. En Evie ook welkom. Tijdschriften is ook wel een iets wat ik een goed idee vind voor deze kamer. Zo. De verboden cornflakes kom. Daar. Nee, wacht. Dat vind ik echt iets voor zo'n tafeltje. Daar. Oké. Ja, we hebben zo'n beetje alles wat we uit het pakket kunnen gebruiken, hebben we nou al gebruikt, hè? Dit mag gewoon weg. Die mag gewoon weg. Die. Ik twijfel over deze. Vooral omdat het bord zo groot is.
Maar anders kan ik ook nog zeggen, ik pak de poef. En die stop ik hier in, hier in het hoekje. Nee. Ik wilde de kleurtjes. Zo. Of ik kan toch nog voor die grotere poef gaan. Ik weet niet. Alles wat ik hier zet lijkt zo inimini omdat deze zo groot is. Ik denk voordat ik voor het poefje in de hoek ga, dat ik dit gewoon leeg laat. Niet alles hoeft volgepropt te worden natuurlijk. Dat is echt iets wat wij als simmers doen. Alles volproppen. Terwijl als ik in mijn huis kijk, heb ik ook niet bij elk stukje muurtje en weet ik veel wat iets staan. De kast is ook aardig vol. Ik wil nog wel even dan bij basisspel kijken. Nee, oh, wacht. Opbergruimte. Boekenkasten. En dan basisspel. Want we hebben dit soort dingen die dus ook echt werken als boekenkasten. Daar dan eentje. Dit zijn meer ringbanden. Nou, dan hebben we in ieder geval eentje die dus werkt als boekenkast. Dus je kan daadwerkelijk die kast ook echt nu gebruiken als boekenkast. Bianca zegt dat is echt zo. Alles moet vol voor je gevoel. En Rosia ook wel omdat het eerst gewoon niet kon in de vorige Sims games. Nu kan het. Dus nu willen we het. Stuff it. Echt volproppen. Maar ik vind op zich dat die kamer al heel mooi bij elkaar komt. We kunnen nog wel eventjes kijken voor spulletjes. Laten we de cliché tissue doos er ook weer bij pakken. Een bruine. Zo. Wacht, die kan ook daarin. Nog meer boeken. Daar. Nog meer boeken. Oh, dit vind ik wel top. Dat hele ding ook volstoppen met boeken. En dat was het zo'n beetje met de boeken. We hebben wel nog dit soort antieke boeken ook. Oh, dat is wel gaaf. Oké, ik heb bijna alles gevuld. We hebben alleen hier nog een plekje open. En we hebben hier nog een plekje open. Maar dat vind ik eigenlijk wel goed. Dat je nog zelf ook nog iets neer kan zetten. Evie komt net terug van de podoloog en moet zo gelijk eten naar de yoga. Eerst even ontspannen, gelijk heb je. Bianca gaat er vandoor. Heel veel zin in deze editie. En lees later wel terug hoe of wat. Ja, iedereen, join zeker met Discord als je op de hoogte wil blijven van Pulsband. Want er zijn dus twee Discord kanalen. Eentje is echt met de thema's, zeg maar. Dus de uitleg en dan per thema een plaatje. En dit is die in de editie. En het andere kanaal is waarbij mensen zelf mogen neerzetten. Ja, plaatjes mogen posten van hun eigen editie. En Roos zegt, ik heb nog nooit zo'n zin gehad in een Pulsband. Ik zie trouwens die kat mijn plek heb ingepikt. Hallo meneer, daar is jouw mand. Gaat hij op mijn plek zitten? Terwijl, hij heeft een eigen mand. Zit me ook echt aan te kijken, so what? Wat ga je eraan doen? Kasten! Ja. Ja, moeten we eigenlijk nog wat aan die kamer doen? We kunnen hier... Ja, beeldje. En beeldje. Ik heb kabouterpret op dit moment nog niet aanstaan. Omdat ik dat plaatje weer opnieuw moet maken. Maar daar wacht ik even mee. Omdat volgende maand komt er een nieuwe kabouter bij. Met Sims 4 landelijk leven. Dus dan komt er een nieuw kabouterpret plaatje. En dan komt de beloning er weer in. En hoi Quinty Sims 4, welkom. Wat je hebt gemist is de bouw van deze kamer. Met de Sims 4 basisspel en de Sims 4 interieur designer. We zijn bijna klaar. Ik zit eigenlijk alleen nog een beetje te kijken naar de finishing touches. Iets leuks voor hier. We hadden ook zo'n visitekaartje dingen. Ja, kijk deze. Dat vind ik ook wel iets voor daar. Oeh, een prijs. Even kijken. Dat is geen prijs. De Vliegende Lama. De Denderen Muziekprijs. De Je Hebt Talent. De Sterspeler. De Zonnestelsel. Dit vind ik echt een Oscar. Het lijkt een beetje op een Oscar. Laten we die daar neerzetten. Maar dan zoek ik nog steeds iets kleins voor hier. Hebben we niet echt, hè? Wacht, die Oscar ding was wel baas. Ja, was basisspel. Oké. En de visitekaartjes ook. Oké. Ja, rommel. Diverse. Oeh. Basisspel, ja. Een bureaunaamplaatje.
Misschien hou ik die gewoon leeg. Ik kan niet echt iets zien waarvan ik denk dat wil ik erop zetten. Ik denk dat de kamer klaar is. Wat vinden jullie ervan? Dit keer dus een kamer met de muren op medium. Met twee ingangen. Dus daar moet je ook op letten als je deze kamer gaat spelen. We hebben hier dus een dubbele schuifdeur. En we hebben hier een één tegel gewone deur. Nou, een heel kasten gebeuren waar je dus doorheen komt als je via de schuifdeur gaat. Dit moet hier, dit in de hoek moet dan de ladder voorstellen. Die je dan kan pakken en tegen de kast kan zetten als je daarboven iets wil pakken. We hebben hier dan een lekkere loungehoek waar je kan zitten en boekjes kan lezen. Hier kan je lekker zitten voor het haartje. Mooie kunst hebben we daar hangen. We hebben hier een hoekje gewoon met een side table en wat spulletjes en kunst. En we hebben hier een heel inspiratiebord. Ik twijfel eigenlijk alleen nog even over raamdecoratie. Hebben wij van die vitrage? Nee hè? Die horen ook bij pakketten. Zo lastig. Dit is weer een ander groen. En die is wel heel klein. Waarom zo klein? Klein. Klein. Nou, zeg. Moet het allemaal zo klein? Dit zou wel passen, maar als ik die vergroot... Ja, dan wordt het te groot. Die is te breed. Ik zweer niet ze. Nee, het wordt niks. Dit wordt niks. Of ik moet voor dit soort dingen gaan. Eentje verkleinen. Oh, dit kan wel, ja. Twee keer verkleinen is te klein. Toch nog een beetje het gevoel van privacy. Hangt ongeveer ook wel even hoog. Ja, ik denk dat we klaar zijn. Gezondheid, dankjewel. Oké, de kamer is klaar. Die gaan we opslaan als kamer. Eerst even opslaan. Oh, kak ik. Nee, dat klopt. Mijn bibliotheek. Het is een tijdje geleden dat ik pulsband heb gedaan. Dus even kijken naar ruimtes. 2101 was de laatste. Zo, waar is mijn 2108 heen? Hallo? Oh, kak. Als kamer. Nee, doe ik het weer als huis. Als selecteerde kamer. Kamer. Pulsband 2108. Opslaan. Jeroen, ik denk dat ik er zo meteen al aan ga beginnen. Ja, dit kan dus weg. Dat is fout. Zo. Nou, het klopt. Het is alleen interieurdesigner. Pulsband 2108. Ik heb deze kamer gebouwd. Bouw jij de rest van het pand eromheen. Zorg ervoor dat de stijl van de kamer past bij de rest van het pand. En blijf van mijn kamer af. Alle packs toegestaan. CC niet. Zet het uiterlijk. Eind juli 2021 op de galerij met hashtag pulspand 2108. Alle huizen gaan we vanaf augustus live op Twitch bekijken. Zet Move Objects aan. Geen puls, livestream, pulsband. Slaap, nee. Diep. Basisspel. Volg mij op Twitch. Geen puls om te zien wanneer ik live ga. Oké. Enter. En... hij staat online, jongens. Jullie kunnen. De pulsband... Het is wel heel gek dat je vanaf de kant van het raam kijkt dat je dit ziet. Maar dat maakt niet uit. Pulsband 2108. Dat is nu de challenge. Dat betekent dat je hebt de rest van deze maand juni en de volledige maand juli de tijd om aan deze challenge te gaan werken. Dat betekent dat wanneer het 1 augustus 2021 is, dan moet hij op de galerij staan. Ik ga alleen inzendingen toeren die in juni en juli zijn ingeleverd. En die dus niet aan mijn kamer hebben gezeten. Voldoen aan de inzendingen. Of aan de regels. En de regels zijn... je mag alle Sims pakketten gebruiken. Je mag geen custom content gebruiken. Je mag niks veranderen.
niks verwijderen of niks toevoegen aan mijn kamer. Dat betekent ook dat je dus niet de hoogte mag veranderen van de verdieping waar de kamer komt. Dus als je deze kamer op de begane grond zet, dat betekent dat de hele begane grond met medium muren gebouwd moet worden. Dan zet je hem op de eerste verdieping, hetzelfde verhaal. Andere verdiepingen mag je natuurlijk wel de hoogte veranderen. Je mag zelf kiezen hoe groot jouw huis is of het pand is. Je moet zeggen pand, want wie weet bouw je wel een openbare locatie. Hoe duur het pand is, mag je ook zelf kiezen, zolang het maar bij de kamer past. Uploaden met de juiste hashtag op de galerij tijdens de inzendperiode. Vergeet je de hashtag? Ja, jammer. Ik ga echt specifiek op hashtag pulspand 2108 zoeken als we gaan toeren en dat begint in augustus. En zet je Twitchnaam in de beschrijving als je dus, vooral als je een andere originnaam hebt dan dat je hier op Twitch hebt. Zijn er meerdere mensen die onder één account spelen, dan mag je meedoen. Maar zet dus duidelijk in de beschrijving wat je Twitchnaam is. In het geval van Epica en Linea, waarschijnlijk spelen jullie onder hetzelfde account. Als je ieder een eigen account hebt, dan is de vraag nergens voor nodig, want dan speel je gewoon ieder op je eigen account. Maar als je samen een account deelt, zet dan even in de beschrijving, dit is de inzending van Epica en bij de andere, dit is de inzending van Linea. Dat moet je er wel bij zetten, want als dat er niet bij staat, dan toer ik er ook maar één. Gewoon één per persoon. Dit is hem. Ja, Epica zegt hetzelfde. Ja, dan moet je specifiek in de beschrijving erbij zetten, dit is de inzending van Epica of dit is de inzending van Linea. Dan weet ik het. En dan ga ik ze allebei toeren. Staat het er niet bij, dan toer ik gewoon de eerste ingeleverde. Pulspand. De laatste was gewoon alweer, dit is het eerste van het jaar überhaupt, want de laatste was december. Het was dan Pulspand 2101, dus toen moest hij in 2020 klaar zijn. Dit is de eerste van dit jaar, wat erg. ja, ik had al gezegd dat het niet meer een maandelijks ding ging zijn natuurlijk. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie ervan gaan maken. We gaan dus in de zomer ermee beginnen met toeren. Ik vind het ook echt een hele toffe kamer geworden. Ook al zitten er dingen bij waar ik normaal gesproken nooit voor zou kiezen. Zoals een visgraatvloer. Maar die vind ik dus heel goed passen bij deze kamer. Sharon moet nog wel even pakket halen. Maar die staat toch al een tijdje op de wensenlijst. Nou ja, je hebt nog meer dan een maand. Een maand en een week. Om jouw inzending in te leveren. Iedereen bedankt voor het volgen. De raidjes. Ik heb meerdere raidjes binnengekregen. Dus dank jullie wel voor de support. De subjes. En Brenda die natuurlijk met mijn 100ste stream haar face-up had of haar subje had gewonnen. Heb ik hem vandaag gegeven. Want ik zag dat het subje gekleed was. Zag net in beeld. Join ook zeker nog mijn Discord. En volg mij op YouTube. Want ook daar vind je nog video's van de Sims. En oude streams komen daar terug. Wanneer deze specifieke Pulspand stream erop komt. Dan is de inzendperiode al voorbij. Dus sorry mensen op YouTube. Kom gewoon kijken naar Twitch. Kom gewoon naar Twitch. Was zeker gezellig. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Dag.